schreeuwen op een Drents plateau. Kunnen mensen wonen in het land van vee en zo? Roden werd een pestdorp en op de brink heel oud. Ging men heel hard werken, er werd een kerk gebouwd. De geschiedenis van het dorp is nog goed te zien. Katharina Kerk, Witsehof en het beeld van Altensien. Havens zaten mensen, daar woonden rijke mensen. Met lanen, bossen en een S het mooist, wat men kon wensen. Mijn dorpje Rode, met tijden van de leer. Er is wel wat veranderd, maar nog steeds de juiste sfeer. Door de tijden heen, is er niets meer wat ik mis. Rode is wel zeker, het leukste dorpje wat er is.